Dames en heren, na de wedstrijd Sporters Gravenzande praten we na met een hele bekende voor de iets oudere mensen, denk ik, Tom Patinama. Tom Patinama in het verleden voetballer van Feyenoord, voetballer van FC Utrecht, Excelsior. Mis ik nog wat, Tom? Heracles, Den Bosch, Den Haag. Maar vooral zijn tijd bij Feyenoord heeft natuurlijk indruk gemaakt. Ton, je gaat hierheen met een gevoel van, Delta Sport uitgespeeld. Jongens, we gaan er een leuke wedstrijd van maken. Ja, nee, dat heb ik voor de wedstrijd, zei ik dat ook tegen de trainer en tegen de scheidsrechter. Ik zeg, joh, wij hebben niks meer te winnen of niks te verliezen. Ik zeg, ik verwacht wel een fanatiek spelend Sportlus, want die kunnen nog voor een periode natuurlijk. Maar ja, aan de andere kant, ik weet niet of er een klein beetje verlamming op de ploeg lag bij Sportlus. Maar wij zijn eigenlijk nauwelijks in de problemen gekomen. Ik heb het ook net tegen Wim gezegd, ik miste de echte bezieling om te willen winnen. Die jongens moesten twee keer winnen. De agressie in het veld, de wil om de bal te hebben. Ik miste het. Ja, nee, dat klopt. Maar ik heb bij jullie ook op de website gekeken. En er stond ook van, we krijgen nog een tweede kans. Dus ik had mijn jongens ook ingeseind. Wij gaan onbevangen spelen. Wij gaan gewoon geen gekke dingen doen. Laat lekker het balletje lopen. En dan zien we wat er op ons afkomt. Maar ja, nogmaals, het viel mij een beetje tegen. Maar goed, ik weet niet wat er aan de hand is. Ik ken verder de ploeg niet. Ik zie ze twee keer per jaar. En ik vind altijd wel, moet ik eerlijk zeggen, de wedstrijden tussen Deltasport en Sportlus. En Sportlus Deltasport zijn wel altijd leuke partijen. Maar ze gaan vaak wel in het voordeel van jullie uit. Maar daarom vind ik het ook vaak leuke partijen. Dat kan ik me voorstellen. Hey, even als vader zijnde. De 2-1, Deltasport krijgt een pingel. En dan komt er een Patinama, die komt naar voren om die pingel te nemen. Wat voor gevoel krijg je dan? Nee, ja, wat ik dit seizoen al een keer of zes gehad heb, want hij neemt alle strafschoppen. En ja, hij maakt ze tot nu toe altijd. En ik moet ook eerlijk zeggen, hij heeft ook een aantal vrije trappen dit seizoen al fantastisch erin geschoten. Hij had er vandaag een, die schoot hij net naast. Maar had er ook een, ik denk als we dadelijk op de Rijksweg rijden, dan komen we die bal nog tegen. En dat is ook Edinho. En die is zo bloedverschrikkelijk fanatiek eigenlijk, wat ik zelf ook had. En alleen hij moet af en toe wel wat slimmer zijn, want hij krijgt geen gele kaart. Met een overtreding waarvan ik zeg, daar kan hij een gele kaart voor krijgen. Maar dan krijgt hij wel een onnodige gele kaart voor een wedstrijd of voor praten. Ja, en dat vind ik dan weer doodzonde. Krijgt hij dat te horen van zijn vader s'avonds? Nee, dat krijgt hij te horen nu en tijdens de wedstrijd en na de wedstrijd. Maar niet meer thuis, want dan is het over. Hey, het seizoen is over. Wat gaat Tom Patinama volgens jou doen? Nee, ik blijf bij Deltasport. Ik zit daar met een tussenpoze van 5 jaar toen allebei mijn jongens betaald voetbal speelden. Judao, die nu bij Capelle zit, die speelde bij Feyenoord. En Edinho, die speelde bij NAC. Nou, allebei hebben ze het net niet gered, door wat voor omstandigheden dan ook. Edinho, die speelt natuurlijk bij mij. Judao, die wil eigenlijk weg bij Capelle. Alleen ja, die verdient daar gewoon goed geld en die proberen we volgend seizoen wel terug te halen naar mij. En nogmaals, ik zit met een tussenperiode van 5 jaar, zit ik al 15 jaar bij Deltasport. En ik ben 60 geworden. Juli word ik 61 en ik maak mijn tijd voor bij Deltasport als trainer en daarna blijf ik zo en zo wat doen voor de ploeg. 15 jaar bij Sportlust, ben je een beetje de wenger van Deltasport soms? Niet bij Sportlust, hè? Nee, 15 jaar bij Deltasport, ben je een beetje de wenger van Deltasport? Ja, alleen ik zie er beter uit. Dames en heren, dat is Tom Patinama. Een gebrek aan zelfvertrouwen heeft hij nog steeds niet. Heeft hij nooit gehad. En u hoort het, dat heeft hij nog steeds niet. Sportlust verliest vandaag met 3-1 van Deltasport. Het seizoen is over en sluiten voor Sportlust. Volgende week nog de laatste wedstrijd uit tegen Forensport. We wensen u tot ziens en tot Sportlust.